daar zijn we weer met Challenge Accepted. Jawel, het format waarbij de redactie van Gamersnet allerlei gekke opdrachten gaat voltooien in games. We brengen het gewoon weer terug. Akeo heeft ons namelijk uitgedaagd om de eerste eindbaas van Dark Souls 3 te verslaan. Terwijl de drie mensen die dat gaan spelen geen moment Dark Souls hebben gespeeld. Dat kan niet anders dan fout gaan. We gaan het beleven met z'n allen in de nieuwe revival van Challenge Accepted. Alright, here we go. Nou, dit is een eindbaas. En ik weet niet... Hij beweegt niet. Nou, laat ik hem zo. Ik vind het wel prima. Want ik hoef ook niet verder in het spel. Dus als ik nou nu ooit stop, heb ik hem gewoon verslagen. Oké, remove sword. Oké. Ga ik dan ook vechten met dat zwaard? Of is het gewoon puur... Oh nee, cosmetisch natuurlijk. Nou, hier ga ik. Ik heb nog nooit Dark Souls gespeeld. Dit is de eerste keer dat ik dit doe. Hey, ik vind dit soort games hartstikke leuk hoor voor mensen. Ik wil vooral blijven spelen, ik vind het helemaal prima. Maar het is natuurlijk wel een beetje vreemd als je het speelt. Want er zit gewoon, ja, weet je, het is gewoon makkelijk om zo'n spel te maken. Het is gewoon, ja, laten we maar zo vaak mogelijk mensen dood laten gaan. Haha, er zijn altijd mensen die het pikken. Nou. We lokken hem even hierop. En, Oké. Hij is niet, nou ja, hij heeft me nog niet te pakken kunnen krijgen, prima. Oké. Ludex. Gundyr. Nou, dat is toevallig. Mijn vriendin en ik hebben gisteren besloten dat we zo ons eerste kind gaan noemen. Oh. Lelle kid! God, ho, jezus. Oké, ik ben niet na één hit dood. Dat had ik wel van, oh, maar na twee hits zie ik al. Nee, oh, dat was niet de goede knop. Dat was, ik deed een potion, wat niet handig was. Holy shit. Hij, oh god. Oké, ik moet echt zijn aanvallen gaan voorspellen. Ah, nee! Oké, dus dat was Pokémon Game. Ja, steek. Nee. Ja, steek. Moeder. Ja. Ben ik dood? Ik ben dood. Dan vind ik het altijd. Ik vind dat heel moeilijk en ik ben altijd een beetje bang om. Oh, ik ben dood dan volgens mij. Bang om. Ik ben dood. Bang om te gaan. Snap je wat ik bedoel? Dat vind ik altijd met dit spel vind ik het altijd een beetje. Moeilijk. Oké, full health. Make it happen. Ik heb wel één van mijn potions dus al verspeeld in het überhaupt aankomen lopen. En hij is meteen al wakker. Love it. Oh, hij springt zo hoog. Nu, nu, nu. Nee, hè? Nu, nee. Oh. Nee, zo snel kan niemand draaien, eindbaas. Een klein beetje afstand nemen. Ik moet het rustig aan doen, niet te greedy worden. Ik ben nogal greedy over dit. Kijk, dat is dus oneerlijk. Ik probeer terug te rennen, maar dat kan niet. Gaan, 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 IV. En gaan, gaan. Oké. I got this. Drie is veel. Oh god, natuurlijk heeft hij een andere vorm. This isn't even my final form. Yo, dit is niet eerlijk. Ja, en lokken die shit. En nu juist heb hij net een heavy attack. Heb ik opening, weg. Uitkijken. Holy shit. What the fuck, joh. Er komt een hele klauw. Hey, wow, een soort dino is die geworden. What? Oh, dat was alleen voor stamina. Holy! Nee! Kijk dat streepje helft! Nee! Ik denk dat ik dood ben. Ja. Dude! Ik was zo dichtbij! Mijn tweede poging gaat mij gewoon lukken. Dan ben ik de recordhouder. Nee! Zo, dat is echt genaaid. Poging 3. Spring, hoer. Echt, jongen. Vriend. Gewoon meteen voor een easy... Nee. Nope. Dit is zo oneerlijk! Hè? Wat is dit? Skyrim? Buk. Als ik nou weer dood ben, word ik gek. Ik word gek. Oh my god. Wat? Wat? Hoe is het dat ik de tweede poging zo ontiegelijk wegkom en nu gewoon echt meteen wordt afgeslacht? Maat! Drinken, waar ben je? Drinken, hoer. Als ik dood ben. Oh mijn god. Nee!
En ik heb nog een potion over hoor, dus die zijn niks. Ja, hij is dood. Zeg, gaat iemand nou nog een keer een moeilijke game maken of Zo, dat was het. Derde poging. Twee vinger in nazen. Wanneer moet ik dan? Want hij is alleen maar bezig. En dan is het natuurlijk gameplay technisch lastig te bepalen wanneer... Ik heb hem dood! Ja hoor! Air of Fire destroyed. Je moeder, vriend. Ik had het niet eens door. Ember restored, coiled sword. Nou, en nu snap ik waarom mensen is weer wat echte... Oh, de ontlading die je nu hebt, is het niet waard. Kut game. Oh, dat was niet de bedoeling. Come on. Come on. Ga ervoor. Doe het, Tom. Je boei! Air of the Fire destroyed. Fucking hell. Oké, het viel me nog mee. Ik denk dat dit niet de slechtste pogingen ooit waren. En die tweede keer kwam ik echt zo close. Maar dit was wat, poging 8 of zo? Ik denk dat het meevalt. Daar heb je het dan. We zuigen eigenlijk allemaal nog steeds ballen in Dark Souls 3. Maar Peter schijnt het minst ballen te zuigen. Nou goed, anyway, daar heb je het. We hebben het in ieder geval geprobeerd. En we hebben er allemaal in geslaagd de eerste baas van Dark Souls 3 te verslaan. Heb jij nou iets waarvan je denkt van... Dat kunnen de gasten van Gamersnet sowieso niet. Daag ons dan zelf uit met een leuke opdracht of een challenge of een toernooi of wat dan ook. Als we het hier maar op de redactie met z'n allen gezellig kunnen spelen. En misschien een klein beetje falen. Dat zou mooi zijn. We hopen in ieder geval dat je genoten hebt van de revival, de reboot van Challenge Accepted. Laat ons weten wat je ervan vond. En natuurlijk, drop een nieuwe challenge. Vinden wij wel zo leuk. Kunnen we misschien binnenkort, volgende week, over een maand, maakt ons niet uit, in ieder geval een nieuwe challenge tackelen. Wil je meer weten over Dark Souls 3? Check de review. En natuurlijk Dark Souls Remastered komt er ook aan. En die gaan we ongetwijfeld kijken naarmate die dichterbij komt. Onder andere op de Nintendo Switch. Tot snel.